Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 25 november 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Het is vandaag nog niet gelukt om achter nieuws aan te gaan, maar de uitzending is zeker niet alleen maar ingeblikt. Er is vandaag de serie over de historie van de hobby en verder is er weer Morse en een SSTV plaatje waar we nog steeds met de vintage apparatuur bezig zijn. Vandaag een vermaard merk uit de jaren 60 met nog steeds een enorme verzamelaarswaarde, het merk Collins. Een 75S-3C ontvanger en een 32S-3 zender. Ik ben niet gewend aan dat soort nummers, met een bijbehorende luidspreker. Vandaag is er de laatste aflevering van de serie over de historie die ik tot nu toe al gemaakt had. Ik ben van plan om die serie de komende weken of langer uit te breiden met een aantal nieuwe afleveringen, waarbij ik in wil gaan op de historie van de bekende merken amateurapparatuur die er zijn. Ik moet nog even kijken of ik erachter kan komen, want soms is dat wel lastig te achterhalen. Bedrijven hebben natuurlijk ook hun eigen marketing. Ik heb verder diverse verzoeken gehad om deze serie ook apart op internet te zetten. Dat wil zeggen, momenteel staat wat er uitgezonden is al op internet, maar dan als onderdeel van de Daily Minutes en nog niet apart. Ik zal kijken hoeveel werk het is om de afleveringen afzonderlijk en bij elkaar op internet te zetten, ook voor de andere series die ik gemaakt heb. Ik ben daarin een beetje voorzichtig, omdat ook het plaatsen van de teksten op de site heel veel werk bleek en dat niet helemaal gelukt is, of eigenlijk helemaal niet. Bliep en de bliep. Deel 19 van de historie van onze hobby. Zendamateurs hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van digitale communicatie in de vorm van geautomatiseerde systemen als bijvoorbeeld packet radio. Dit begon in de jaren 80. Niet alleen ontwikkelden zendamateurs eigen varianten van professionele standaarden, maar ook nieuwe systemen die vooral interessant zijn voor de amateurs zelf, zoals PSK 31. De meest recente jaren, daar ga ik maar in vogelvlucht doorheen. Bij de gekochte amateurapparatuur speelt miniaturisering een steeds grotere rol. Apparatuur is steeds kleiner en kan steeds meer, maar is ook steeds moeilijker met dezelfde mogelijkheden als gekochte apparaten zelf te bouwen. Was je in de jaren 70 al blij als je een VFO 30G naast je TR7200G kon zetten, dan hoef je niet nog meer kristallen te kopen als er ergens een lokaal kanaal bij kwam. Al sinds een flink aantal jaren zijn er nu apparaten te kopen die alle bekende modulatiesoorten kunnen maken op alle banden van 1,8 tot 440 MHz. Jammer is wel dat er tegenwoordig nog weinig apparaten meer zijn voor niches in de hobby, zoals 23 cm FM. Maar goed, op andere vlakken namen de mogelijkheden weer flink toe, bijvoorbeeld op het gebied van digitale spraakmodus met al hun mogelijkheden. Er is veel veranderd, van 4 amateurbanden in de jaren 20 naar heel veel amateurbanden. Ik ga ze niet tellen nu, maar het zijn er echt veel. Het spotje met de stemmetjes van een paar weken geleden over meer amateurbanden zegt het al. Mocht de C-amateur in de jaren 70 nog niet komen op de toen 5 amateurbanden die we toen onder de 30 MHz hadden. Een N-amateur nu heeft de beschikking over toegang tot delen van 3 verschillende korte golfbanden. Maar goed, het is ook een heel andere tijd nu. Er wordt bijvoorbeeld heel anders gedacht over de toegang tot de ether. Ook al omdat de, zeg maar gewone burger, ook al op vele manieren licentie- en aanmeldingsvrij toegang tot die ether heeft. Al is dat ook zonder het te beseffen meestal. Dit 19e deel was het laatste deel over de historie van onze hobby, althans voorlopig. Ik weet nog niet helemaal uit wat ik met een vervolg na deze serie ga doen. Er is nog steeds weinig nieuws. Ik zag zo pas dat zelfs de Deutschlandrundspruch en een paar andere nieuwspodcasts over onze hobby deze week flink korter waren dan anders. Ik moet dus wel haast iets nieuws beginnen. Het kan zijn dat het over een paar amateurmerken gaat, zoals ik eerder al aankondigde. Mogelijk ga ik ook nog iets doen met een eerdere serie die ik in de wekelijkse uitzendingen over antennes heb gedaan. Per week behandelde ik toen een antennetype. Antennes zijn een leuk onderwerp, omdat het onderwerp net als bij propagatie zo enorm uitgestrekt is. Leuke aan antennes is dat het een van de dingen is waar het zeker nog loont om zelf iets te maken, waarbij je zonder al te diepgravende kennis ook nog eens opmerkelijke resultaten kunt boeken. Het leukste aan iets zelf maken is aan de ene kant de bouw en de voorpret die je ervan hebt, maar laat je niet wijs maken, het allerleukste voor nagenoeg iedereen is het vooral als het ook nog eens verdomd goed blijkt te werken. Bliep en de bliep. Het onderdeel van de historie van onze hobby dat nu volgt is nieuw, dat wil zeggen schrijf- en publicatiedatum 25 november 2016. Dit is een recent stukje historie over de 40 meter band. Eind 2006 kregen de N-amateurs het gebruik van de korte golven bij. Daar was vele maanden op gewacht. Daarvoor mochten N-amateurs alleen op 2 meter en op 70 centimeter werken. Op 40 meter mocht gewerkt worden tussen 7050 en 7100 kHz, net zoals dat nu nog steeds zo is. Hierdoor konden N-amateurs alleen in het deel van SSB werken op die band. CW en digimodus zaten volgens het bandplan op dat moment tussen 7000 en 7040 kHz. Een maand of 4 later echter kreeg de full license er 100 kHz bij op 40 meter.
De band die daarvoor van 7000 tot 7100 liep, die ging daarna tot 7200 kHz lopen, omdat een stuk omroepband aan de amateurs werd gegeven. Gevolg daarvan was dat het bandplan vervolgens een paar maanden later ook aan die uitbreiding werd aangepast. Omdat de toewijzing voor N-amateurs op deze manier alleen in Nederland gebeurde, is er bij die bandplanwijziging niet aan de N-amateurs in Nederland gedacht. Zo'n bandplanwijziging is er voor de hele regio 1 en die omvat behalve Europa ook nog een stuk van Azië. De oorspronkelijke CW-band ging weer lopen van 7000 tot 7040 en van 7040 tot 7060 werd op verschillende manieren toegewezen aan digitale modus. Door dit alles werd het SSB-gedeelte in het bandplan voor de Nederlandse N-amateurs, dat dus oorspronkelijk 50 kHz groot was, al binnen een half jaar na invoering 20% kleiner, dus naar 40 kHz. En dat op een amateurband waar het nog steeds vaak druk kan zijn. Sinds die tijd kwamen er stemmen op om op een of andere manier N meer ruimte op 40 meter te geven. Momenteel, november 2016, ligt de bal weer bij de amateurverenigingen om aan AT terug te koppelen wat de verenigingen voor uitbreiding in dit opzicht redelijk lijkt. Weet je wat ik niet snap? Dat er amateurs zijn die meer amateurbanden willen. Hoezo dat dan? Nou, PA0LTE vertelde mij laatst dat toen hij centamateur werd, dat er toen maar 5 amateurbanden onder 30 MHz waren. Alleen 80, 40, 20, 15 en 10 meter. Tegenwoordig hebben alleen de N-amateurs er al 3. Er waren toen trouwens ook nog helemaal geen N-amateurs. Ja, en dan moet je eens kijken wat er allemaal bijgekomen is. 137 kHz, 472 kHz, 160 meter, 60 meter, 30 meter, 17 meter en 12 meter. Aan de andere kant is het natuurlijk wel altijd leuk om er weer iets nieuws bij te krijgen. Tuurlijk. Ja, let nog even op. Vanavond vanaf 10:30 kun je weer luisteren naar de lange uitzending van de Daily Minutes. Vanaf 10:30 dus op PI3 UTR. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je steeds alleen de kant van de soldeerbout vastpakt waar het draadje uitkomt.